Mijn naam is Matthijs Borst. Ik ben oprichter-eigenaar van Proefkantoor. 6,5 jaar actief in de korte keten. En ja, lastig om in ieder geval de korte keten zodanig op de kaart te zetten dat je een rendabel verdienmodel uitkrijgt. Maar ik ben een volhouder, net als dat Mark dat geweest is. En nog meer boeren en telers. Want juist die prachtige producten, die waardering die ze zouden moeten krijgen als onze producenten, die krijgen ze tekort. Het zijn hele bescheiden, hardwerkende mensen die mooie producten allemaal telen, waarvan het meeste verdwijnt naar het buitenland. Nou, zonde natuurlijk. Nou, ik maak me er sterk voor om in ieder geval Noord-Hollandse producenten een gezicht te geven, uit de anonimiteit te halen. Waardering te geven, eerlijke prijs. Maar dat ze ook, ik vraag ze ook, investeren in biodiversiteit. Want we roepen allemaal van klimaat en het gaat slecht en stikstof en opwarming. Je kan er wat aan doen door te eten uit de korte keten. Ik ben die verbinder. Ik zorg dat het verhaal van die boeren, van die telers, van die ambachtslieden gebracht wordt naar particuliere, zakelijke klanten. Ik heb al heel wat mooie van deze pakketjes bijvoorbeeld mogen maken voor kerst. Voor relatiegeschenken. Maar ook heel veel groenten en fruit. Hè. Daar maak ik boxen van. Of de losse producten die straks in de webshop te krijgen zijn. We hebben een assortiment van honderden producten. Noord-Holland is de groententuin van Nederland. Maar bijna niemand weet het. En die verhalen, die willen we graag brengen. Middels dit mooie platform van samenwerkende partijen. En daarmee kunnen we een vuist maken. Maar we hebben echt jullie nodig. De afnemers die zeggen van ja. Het doet ons wat. We willen graag investeren in duurzaamheid, hè, containerbegrip. Maar met ons collectief kunnen we dat ook echt laten zien. En echt meetbaar en tastbaar maken. Dus eet uit de korte keten. En proef vooral die heerlijke kiwibessen. Ja.